Het delen van je adresboek binnen Google Workspace is vrij eenvoudig. Ga naar contacten.google.com, selecteer het tandwieltje en klik op toegang delegeren. Geef daarna aan wie toegang mag krijgen tot jouw adresboek. Vul eventueel een bericht toe en klik daarna op verzenden. Nou, de uitnodiging is nu gestuurd. In het mailtje kun je die link openen. En vervolgens zie je in de linkerzijbalk de contactpersonen die in dit geval Paul Taravati met mij heeft gedeeld. Dit zijn al zijn contactpersonen binnen Google Workspace. Alles. Dus er is geen onderscheid tussen labels of iets dergelijks. Je ziet al zijn contactpersonen live. Dus als Paul iets bijwerkt, dan zie ik dat ook terug in het overzicht. Een groot nadeel is dat ik deze contactpersonen niet kan toevoegen aan een label, zoals je ziet. Ik kan ze niet slepen en selecteren. Mocht je gewend zijn om met labels te werken, dan is dat best makkelijk. Dat kan dus niet als iemand dat met jou deelt via dat tandwieltje. Goed. Mocht je dat wel willen, dan kun je adresboek gewoon exporteren via deze manier en dat laten importeren via deze knop. Dus je hebt twee manieren. Werk je met labels, dan is de enige optie het exporteren en importeren voor je adresboek. Want dan worden die labels dus ook geëxporteerd en dan zijn die ook zichtbaar voor de ander. Werk je niet met labels en wil je je hele adresboek met iemand delen, dus niet alleen een bepaald deel, dan kun je via dat tandwieltje de toegang delegeren en dan ziet die ander dus al je contactpersonen in Google Workspace, zoals je in dit voorbeeld ziet. Nou, de keuze is reuze. Mocht je nou vragen hebben, laat het maar weten. Vond je deze video handig? Doe dan een duimpje omhoog. En dan wens ik je succes met het inrichten van je adresboek.